Mijn naam is Nathan Rutjes, voormalig profvoetballer en ik ben trainercoach. En ook nog eens ambassadeur van het pupillenvoetballen van de KVB. Nou, de keren dat ik de mol heb gekeken, dat was altijd met mijn ouders, met een soepstengel. Die mocht ik altijd als we de mol gingen kijken. Hield ik altijd heel erg van spannende opdrachten. Ik ben niet echt van de hoogtespellen, maar wel echt van de spanning, beschermen, samenwerken, snelheid, actie. Ja, dat vind ik heel tof. Ja, mijn voorbereiding was geweldig. Ik ben namelijk iemand die gaat gewoon rugtas om de wijde wereld in. En we zien al waar het schip strandt. Dus ik heb even wel een aflevering teruggekeken. Maar ik wilde ook gewoon niet te veel informatie. En ik laat ook heel veel dingen op me afkomen, zodat ik ook nog kan blijven genieten. Ja, waar ik echt naar uitkijk zijn de spellen. Ja, actie, actief zijn, meedenken, groepsdynamiek. Ja, heel tof. Nou ja, wat heel veel mensen niet weten is dat op het moment dat de game on is, dat ik heel energiek kan zijn en natuurlijk vrolijk en bedrijvig en bezig. Maar daarbuiten ben ik gewoon eigenlijk een hartstikke rustige gozer. En als iemand de leiding wil pakken, mag die best voor mij de leiding pakken. Geen enkel probleem. Als je goede argumenten hebt, nou, doe je rustig je ding. Dus ik ben ook iemand die het uit de handen durft te geven. Ja, en daar komt de Rotterdammer naar boven. Want ik denk dat een goede mol scheid moet kunnen hebben aan iedereen. En als er een moment komt dat hij jou een oor kan aannaaien, dat hij het gewoon doet.